Dit is het boek van groep 6-7. Het heet Het Toverstokje. Toen Hansje van de Springerin vanmorgen vroeg naar buiten ging, toen vond hij bij het kippenhok een toverstokje. Hij ging naar huis toe heel bedaard. Daar zat zijn vader bij de haard en Hans zei hocus pocus pas, ik wou dat jij een vogel was. Zijn moeder keek hem angstig aan en riep, wat heb je nu gedaan? Maar Hans zei hocus pocus pas, ik wou dat jij ook een vogel was. Toen waren bij zijn ouders mezen. Wie heeft er ooit zoiets gelezen? Ze zaten in een boom, fluiten en Hans ging dadelijk naar buiten. En hij veranderde twee heren in hele grote bruine beren. En hij veranderde twee vrouwen in hele mooie witte vrouwen. Hans ging naar school en kwam daar binnen en ging dadelijk beginnen. De juffrouw werd meteen een paard en de meester werd een mokkataart. Voor alle kinderen die er zaten, heeft hij rustig zo gelaten. Jeroen en Kees en Hein en Piet. Nee, die veranderen hij niet. Alleen de grote mensen waar de hele stad door hier en daar. Zo'n handje op een drafje en zwaaien met een toverstafje. Meneer Van Dijk, de burgemeester, kwam rijden in een heester. En juffrouw Bos, een lieve dame, die werd een pot met Zweedse samen. En alle kinderen gingen mee. Ze vonden het zo'n leuk idee. En telkens als er iemand werd veranderd in een koe of een hert, dan riepen ze heel hard, hoera, het was een heerlijk spel. Maar ja, na 14 uur getoverd, was er geen volwassenen meer over. De kinderen konden alles doen. Ze speelden rover in het plantsoen. De hele dag, de hele nachten. En niemand die op hen wachtte. Maar gek, dat al de roofspellen, dat ging verschrikkelijk vervelend. En zij werden vuil en vies en groen. En niemand gaf hem ooit een zoen. En ze verlangden zo naar huis. Maar ja, hun vader was de muis. Hun moeder was een ander beest. Dan waren ze toch dom geweest. Ze gingen zitten in een kring en Hansje van zijn pingeling zei, hocus pocus wielenwaal en alles was weer normaal. Hun vaders en hun moeders waren geen mezen meer of ooievaren, maar heel gewone grote mensen. Wat kun je nog beter wensen? Alleen de meester is verdwenen vanaf zijn haren tot zijn teen. Hij was een taartje, moet je weten, en iemand heeft hem opgegeten.